Oh. Pedro, I have a small gift for you. Ah, sign. Here. Thank you very much. The view in the morning is good. Yeah. Like the only good thing about waking up early. Yeah. Goedemorgen. 5:30 ochtends. Op naar Medellin. In de hoop dat al onze fietsen in de auto passen. We hebben de fiets al in de fietskoffers gedaan om ruimte te besparen. Maar nog steeds wordt het best wel krap, denk ik. Ja hoor, het gaat passen. Nick, vind je het wat? Ik vind het puur genieten om 6 uur 's ochtends, jongen. Justin Kimman is ook scherp. Ik ben het zeker. We stonden op een bordje in Medellin nog 392 kilometer. Maar op deze manier, hè, zijn we nog wel even bezig. Wat een motorrijder, zeg. En die ook fietsers. Dat je gewoon 80 rijdt en wordt ingehaald door een fietser. Dan weet je dat stel is. In Nederland, hè, ik ben het dorp nog niet uit en ik heb al 8 keer cruise control gebruikt. En hier afgelopen 10 uur nog niet. Dus nee, ben niet omdat ze er niet op zijn. Nee. Ik ben een beetje kramp in de enkel, maar verder gaat lekker. Het mocht even duren, maar dan heb je ook wat. We hadden gewoon al een hotel geboekt hier, maar toen zei Mariana dat ze een plek had in het centrum. Dus Mariana, de goat, dankjewel. Muchas gracias. In Medellin denk je vet. Ben je zo ziek als hond? Vannacht 3 keer overgeven. Dus nu even een dagje niks doen. En dan ben ik hopelijk morgen weer gewoon fit. Aeropuerto. Muchas gracias por elegir volar con la TAM. Fate taxi. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo es Cartagena? Lekker, hoor. That happens when you ride in a farm. Whoa, Robinho! Zit toch wel met geknepen billetjes te filmen hier, hoor. Vamos, vamos, Kika! Okay, but maybe a little bit faster? Yeah, I think so. Nice! Wat een gruwelijk vette baan om dit gewoon in je tuin te hebben. Wel een beetje moe, hè?
Maar Justin en ik hebben een startbattle gedaan. Volgende week online. En raad in de comments below wie je gaat winnen. Het is gewoon hoe slecht ik me ook voel of hoe goed ik me voel. Ik moet gewoon een uurtje fietsen. En dan ben ik weer zo gelukkig. Wat gaan we morgen doen? Fietsen. Ik had beloofd. Oh ja. Ja, je was het alweer vergeten, hè? Ik had beloofd dat als ik de wereldbeker rank won, zou ik voor Justin en voor Robin een helikoptervlucht betalen boven Medellin. Dus dat gaan we doen morgen vroeg. Andrea, good job! Big is the chance we can actually ride. 50-50? Oké, al zeker. Het weer hier is nog minder voorspelbaar dan het weer in Nederland. Dus we wilden gaan fietsen toen begon het in één keer het onweer. Maar lijkt nu een beetje. Het is nat. Droog, alleen nu is het bijna donker. Ik kan me voorstellen dat ze niet de lamp bijvoorbeeld aan willen doen. Maar wie weet hebben we geluk. I thought it was going to be impossible. Sí, patrón. Normaal gesproken is Nico een redelijk smooth rijder en als ik hem zie gaan, dan krijg ik wel vertrouwen voor het stuk. En ik zag Nick net gaan. Het helpt niet echt voor je vertrouwen. Nee, maar je moet gewoon hard aan. Het ging te rustig, denk ik. Goed. Hier! Hoppa! Oh, kutstuk! I didn't want to make Justin scared, so I didn't tell him how soft it was after the second one. Oh! It doesn't help. Yes, the good part of the training. Doing all the work, so you guys have a good track next week. Oh, nice. I'm giving you followers? Yeah, like follow. I tag you a couple times and you got followers. You're welcome. Thank you! The road to 30, you know. So everyone give a follow to Andres. Everyone? Escobar. Yes. Yeah, shout BMX. Out to our camera girl. Thanks Muchas a lot. Gracias. Thank Muchas you. Gracias. Los amigos. Muchísimas amigos. Gracias. Super bien. Sí, super bien. Super. The policeman told me last night. Muchísimas gracias. So I remember that. Super bien, let's go!